What's up? Welkom bij een nieuwe vlog, eindelijk. Na zoveel maanden wachten op ons, we zijn weer terug. En zoals je kan zien, coronaproof. Lebeuken. We zijn in Lebeke bij Atrium Mortis Paintball, waar ze nu ook een escape room gaan opendoen. Weliswaar in de volle coronatijd, maar ja, het is... Vandaar ook de maskers, hè. De rest komt er ook aan, want we zijn vandaag niet met heel ons entourage twee. Komt. We zijn niet met vier, we zijn vandaag met zes. Je weet wat het gaat worden. Blijkbaar is het een hele grote kamer. Ja, het zou een hele grote kamer zijn. Legerthema, alleen een beetje oorlogthema. Flanders Field Escape Room. De Flanders Field Escape Room, denk ik dat het noemt. We gaan ze niet meer details krijgen over de kamer. We gaan ook een beetje vragen aan een eigenaar en een van de mede-creatie mensen, creatoren, makers gewoon, van de kamer. En ja, we gaan zien wat dat is. We zullen zien. Het zou spectaculair zijn. Nu, opgelet, we gaan de kamer testen. Ze is nog niet open. Als wij zeggen dat ze goed is, en de rest van de testploegen natuurlijk, kun je vanaf morgen komen. Morgen. Maar voor jullie gaat dat waarschijnlijk een paar weken geleden zijn. Ja. Vorige week of zo. Als Nathan snel edit. Hè, ja, Nathan. Dag Nathan. De camera blijft gewoon stilstaan. Beweegt niet. De camera moet dynamisch blijven. Levensstatief. Ja. Dus. Alle chance dat jij een statief bij hebt, want wij hebben het allemaal vergeten. Dus eerste puzzel, ingang gaan zoeken. Ja. Kom maar mee. Hop op. Beste patrouilleurs, tot u spreekt kapitein Quintens van het 12e linieregiment. Ik ben verheugd dat jullie dapperen hier verzameld zijn. Zoals jullie weten is België grotendeels bezet terrein. Heeft geen zin meer, het is tijd voor actie. Enkel door samen te werken en goed na te denken, kunnen we onze doelen halen. Jullie worden naar de loopgraven aan de veilige kant van de IJzer gebracht, alwaar jullie de rest van de tactiek moeten uitwerken. Ik weet het niet! Godverdomme! Deze moet ook. Ik heb ontdekt dat hier een gat in zit, maar. Hoe zit het? Doe het, Juri! Ze zijn aan het schieten! Lepels. Wat moeten we doen? Oké, sorry voor het storen. Kom wel terug. De kapitein is niet content, hè, mannen. Flanders Field for puppies. Wat is ze? We zijn hier een brug aan het bouwen. Een brug is kunnen, Oh, we zijn hier aan het schieten. Hallo. Ze zijn terug, ten dat! Wacht, Matthias. Catch. Misschien niet in het water gooien, alle. Wacht, nee, dat is al lang opgelost. Dus. Ah ja! Voor het directioneel slot. Wat zei er niet? Niks, Jury, het is opgelost. Oké. Goed niet, Jury. Zoek de rest. Die radio, wat moeten we met die radio? Dat is wel. Het slot was makkelijker dan het was. Hé Jury, als je zo gaat beginnen, hè? Jezus, wat het niet zegt. Hallo? Nee, want die zit allemaal te schieten. Ja, op jullie Dirk heeft het al opgegeven. Aha! Ah. Waar lag die nu? Allee! Allee! We'll be right back.
Dat is de mooiste intro ooit. Shit, ja. Gewoon naar elkaar kijken. I feel it in my fingers. We zijn ontsnapt! Uit de Flandersfield Escape Room in Lebbeke bij de paintball. Ja. Of all places. De paintball. Ziet er wel zalig uit daar. Ja. Binnenkort gaan we elkaar afknallen. Tuurlijk. Sowieso. One versus one. Ik win. Ja. Tuurlijk. Maar. Dus. Wat vonden we ervan? Het was echt qua sfeer en inkleding af. Perfect. Af gewoon. Ja. Het zat echt goed, niet hè? Te doen. Van begin tot einde, overal. Ja. Thema zit er echt in. Je waant u echt in de loopgraaf. Je gaat direct zien, je ziet het ook. Je gaat het in onze vlog zien, of je hebt het al gezien in onze vlog. Ja. Je gaat het op de website zien. Ze gaan er ook mee uitpakken, echt, want het is ook echt wel de moeite. Daar hebben ze echt hun tijd in gestoken. We hebben nog van die mensen gespeeld. We hebben Catch the Train hebben we gespeeld. Ja, van dezelfde bedenkers. Ja, dezelfde bedenkers. Catch the Train. We hebben nog gespeeld. Flight 2. In Leuven. In Leuven. En het is echt wel te zien, ze zijn echt enorm verbeterd. Ze waren al goed, maar ze zijn zo nog een paar extra stappen gezet. En dat zien we ook in de plus- en werkpunten dat we hebben voor u. Want wat vonden wij er heel goed aan? Ja, nummer 1, de inkleding. Hè. Ja. Van begin tot einde, je komt binnen en je denkt direct, holy crap, waar ben ik hier terecht gekomen? Geweldig gewoon. Ze hebben echt wel naar historische accuratie zelfs gegaan. Ja. Dus echt een expert geraadpleegd die dan mee is komen kijken naar de inkleding en een opbouw. En inderdaad. Dat is echt wel. Je voelt u echt in Flanders. En dan ook nog, wat vonden wij er ook heel goed aan, het was heel zeer duidelijk doel. Want we kwamen daar binnen en we zagen direct van, daar moeten we naartoe gaan. Wel, we hadden eigenlijk twee momenten waar we naartoe moesten gaan. Ja, je krijgt op voorhand eigenlijk het doel van de kamer. En ja, het is ook gewoon heel duidelijk, oké, dit moeten we gaan doen, we moeten dat bereiken. Ja. Om het spel uit te spelen. Dus dat is perfect. En soms komt je in een kamer en je denkt van, nu, wat doen we hier eigenlijk? Maar dat was hier absoluut niet het geval. Dat was gewoon geweldig. En de derde? Ja, de puzzels die dat ze daarvoor gebruikt hebben, om je natuurlijk tegen te houden, om direct naar het doel te lopen, zat ook gewoon perfect in thema. Alle attributen die gebruikt werden, heel de omgeving ervan, het zit echt mee in die inkleding. Het is echt dat vlak. Het was duidelijk dat ze van een thema naar puzzels zijn gegaan en niet puzzels in een thema hebben gestoken. Dus dat is zeker een groot pluspunt. Ja. We hebben wel nog een paar aantal werkpunten aangehaald bij hun. En die hebben dat al gezegd van we zijn daar al aan het werken. Maar dit zijn toch wel een aantal dingen dat we hebben opgemerkt. Vooral het eerste wat we opgemerkt was... Een van de puzzels vonden we iets minder tegenover de andere. Die stak... Het was gewoon wat minder. Ja. Het voelde niet zo goed. Nu, we gingen er zelf ook op vast. Het kan misschien een beetje biased zijn. Maar we hebben ze erover gesproken. En het is wel iets dat wat vaker naar boven is gekomen. Ja. En ze gaan er sowieso nog wat aanpassingen aan doen. Het tweede wat er ook nog wat aan kon gewerkt worden, waren bijvoorbeeld de hints en een paar delen in het tweede deel. Let op, ik zeg niet tweede kamer. Een paar kleine details. Tweede deel. Het zijn allemaal kleine details dat allemaal beter... We hebben het allemaal gezegd. Die gaan ze ongetwijfeld ook nog aanpakken. Zijn dingen die ze gemakkelijk kunnen aanpassen om echt gewoon de ervaring volledig af te maken. Perfect. Perfect. En dames en heren, als laatste hebben we nog met de makers van de kamer hebben we nog een kleine interview gedaan. Gewoon om achter te halen van hoe zijn ze tot zo'n goede kamer gekomen. Nathan, get away. We hebben heel veel tijd en moeite gestoken. De mannen van het spelconcept en het concept enerzijds, dus de puzzels en dergelijke. Maar vooral ook de decorbouwer en de afwerking. Ik ben altijd wel niet redelijk streng geweest voor hem, maar hij heeft toch een prachtplaatje neergezet, denk ik. Dus bij de start van het verhaal doen we de deur open en komen de mensen binnen. En het woord dat we het meeste gehoord hebben is wauw. En ik kan niet blijer zijn met die woordkeuze bij de meeste mensen. Ja, ik ben oprichter van spelontwerp en samen met mijn beste kameraad Rob hebben we spelontwerp opgericht vanuit de passie voor escape rooms. Onze sterkte zit in het creatieve, dus het bedenken van het thema, de missie, de verhalen en de puzzels. En dan zoeken we de juiste partners die dan de bouw kunnen realiseren en de uitbating doen. Dan, als je deze kamer zou kunnen samenvatten in één kleur, welke zou dat dan zijn? Eén kleur. Dan ga ik voor klaprozenrood. Ho!
Dat is een hele moeilijke. Maar ik zou die kamer omschrijven als oker, maar met een touch van bloed. In één geluid. Wat vind jij de meest indrukwekkende element van deze kamer? Heel moeilijk. Het is echt het totaalplaatje dat hier enorm klopt. Ja, omdat we dan toch in het oorlogsthema zitten, zou ik dan ja, een bombardementsgeluid zeggen. De bedoeling is eigenlijk, dus we hebben hiernaast ook de paintball. We hebben daar drie zalen. We hebben een heel grote capaciteit van 3600 vierkante meter en drie zalen. Hier hebben we nu één kamer al reeds klaar, maar er staan op het plan hier ruimte voor vier kamers. En die zullen we toch proberen zo snel mogelijk klaar te hebben, zodat we een grotere capaciteit in de escape rooms kunnen aangaan eigenlijk. Hè. Dus de tweede kamer voorzien wij klaar te hebben in maart 2021. En dan de volgende kamers eind 2021, begin 2022. Ja. Mogen we wel een hint krijgen wat de volgende kamers zijn? Nee. We gaan die spanning volledig bij ons houden. En dat jullie eigenlijk moeten raden naar wat we gaan doen. Maar ik beloof jullie dat het alleszins de moeite zal zijn zoals deze. Ze kunnen bij ons terugvinden enerzijds via onze website, dat is www.atrium-escape.be. Onze hoofdpagina van onze ganse zaak is atriummortis.be. Daarom kan je ook doorklikken naar de Escape Room site. Ook via social media op Facebook via Escape Rooms Atrium Mortis. En op Instagram via de hashtag Escape Rooms Atrium Mortis. Dus dat is onze blik op de kamer. Wij hebben in de loopgraven gekropen. We hebben angsten uitgezweet. Ja. Letterlijk. Ik was echt kapot op tijd. Ja. Die mondmaskers hielpen er niet aan. Maar, nu is het jullie beurt. Yes. Jullie kunnen vanaf nu, eigenlijk al van een paar dagen geleden, reserveren om in die kamer te zijn. Absoluut. Ga die gaan doen. Maak er een leuk dagje van. Ga de snots gaan paintballen daarna. Combineren met paintball, het kan allemaal. Dan kun je eerst je frustraties uitwerken om dan terug vriendjes te worden in de kamer. Ja, gewoon een uitstapje naar Lebbeken boeken. De link vindt u hier, of hier, of recht hier. Nathan kan dat zelf beslissen. Of gewoon in de beschrijving van onderaan het filmpje. De video. Like, comment en subscribe. Ding. Dus dames en heren, bedankt om deze vlog te bekijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zeker nooit vergeten, keep escaping!